Het leven lang leren, dat is dat mensen eigenlijk gedurende hun hele werkbare leven nieuwe dingen blijven leren. Want vroeger werd je opgeleid voor één beroep en dat kon je eigenlijk je hele leven lang blijven uitoefenen. En dat is al lang niet meer zo. En als je niet steeds bijleert, dan loop je het risico dat je op een gegeven moment naast de arbeidsmarkt staat. En dan is het heel lastig om er weer op te komen. Nou, we hebben iets opgezet dat heet The House of Skills. Dat is bedoeld voor iedereen die misschien in een, heel lang in een bepaald beroep heeft gezeten. Die het risico loopt om straks geen baan meer te hebben. Om te zorgen dat die zo snel mogelijk worden klaargestoomd. Nieuwe dingen leren om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld een project lopen nu op Schiphol. Waar met 50-plussers wordt gewerkt om te kijken wat zij daar zouden kunnen gaan doen. Nou, ik vind het mooiste aan dit plan dat we tegen mensen zeggen, luister, als jij op een gegeven moment na 20 jaar ergens gewerkt te hebben geen baan meer hebt, dan staan wij klaar om jou te helpen om zo snel mogelijk weer verder te gaan. De beroemdste casus is natuurlijk de V&D. Die ging failliet. Heel veel mensen hadden daar tientallen jaren gewerkt, achter de kassa gestaan. Voor die mensen is er wel werk, maar dan moeten ze wel nieuwe dingen leren. En het is ook zo dat als mensen een tijdje niet werken, als je uit het arbeidsproces bent, is het echt lastig om er weer tussen te komen. Wij gaan voor deze mensen samen met onderwijsinstellingen en samen met werkgevers ervoor zorgen dat we eerst kijken, wat kunnen deze mensen, wat moeten ze nog leren, waar hebben ze belangstelling voor en waar zijn de vacatures. Het opleidingshuis om de mensen zo snel mogelijk klaar te maken voor echte banen. Er is heel veel enthousiasme. Wat interessant hieraan is dat we vaak gedacht hebben, we moeten mensen in hun sector helpen aan nieuw werk. Maar het gaat juist over mensen die van de ene sector naar een andere sector gaan. In de ene sector verdwijnen er banen door automatisering. En in andere sectoren, denk aan de zorg of denk aan de hospitality, denk aan de IT. Daar staan de werkgevers eigenlijk te roepen om mensen. En dit is echt iets nieuws. Ik denk dat het heel erg past bij de benadering die we hebben, namelijk niet hier in het stadhuis dingen bedenken, maar vragen aan de werkgevers, waar hebben jullie behoefte aan? Vragen aan de opleiders, hoe kunnen we jullie helpen? Al die partijen bij elkaar brengen. De House of Skills, pionieren, dat past ook bij Amsterdam.